Er zijn in Nederland 300.000 kinderen die onder de armoedegrens leven. En wij zouden het fijn vinden als we zelfs na onze dood nog iets voor die kinderen kunnen betekenen. Nou, ik ben Nettie en ik ben getrouwd met Geert. Wij komen allebei uit het onderwijs. Geert heeft daar heel lang in gezeten, meer dan 40 jaar. Hè? Ja, 42 jaar in het onderwijs. Ja. En ik 15 jaar. Ik heb heel lang drama gegeven. En nu maken we voorstellingen voor kinderen. Ik heb op een school gewerkt waar geen kamp was, omdat het te duur was. Daar gingen we ieder jaar op schoolreisje. En er waren ouders die dat niet konden betalen. En ik heb bij meerdere ouders dat voorgeschoten. Ja, je doet dat omdat je vindt die kinderen horen erbij. Maar het zou een normale gang van zaken moeten zijn dat iedereen dat zelf kan betalen. En daarom hebben we ook kinderhulp opgenomen in ons testament. Zodat er wat meer geld beschikbaar komt om kinderen meer mogelijkheden te geven om deel te nemen aan dit soort activiteiten. Ook bijvoorbeeld het feest Sinterklaas. Dat wordt trouwens bij kinderhulp goed. Die hebben de actie Pepernoot, waar wij ook al aan geven. Dat zijn belangrijke feesten die zijn belangrijk voor het welzijn van een kind. Ik zou het erg vinden als die kinderen daar dan minder bedeeld worden. Maar ook door kinderen goede kleding te geven. Ja. Als je als kind naar school moet in een te kleine of kapotte jas. En je ziet andere kinderen met dat die meerdere jassen hebben, die kunnen wisselen zelfs. Het draagt bij ook aan je eigen watergevoel, wanneer je ook met een mooie jas op school kunt komen.